Wim, hier komt hij. Ja, de spiegeltent. Omroep Dommelland Nieuwsflits. Kees en Wies Vissers de Wild, die hadden de tent al 10 jaar in bezit. Het was een privé eigendom en gingen ze te koop zetten. Dat is uiteraard een N. En toen gebeurden er eigenlijk 2 dingen. 1. Er waren nogal wat potentiële kopers. En de groengemeenschap uit Boksel heeft elke dag geroepen, dat ding moet in Boksel blijven. Kunnen we dat niet regelen op zijn Boksels? Dat vroegen ze jou. Dat vroegen ze mij. Kunnen die spiegeltent niet in Boksel houden? Kan de gemeente dat niet kopen? Kunnen we geen crowdfunding doen? Dat ging zo elke dag door. Maar ondertussen waren er ook een aantal zeer zware potentiële kopers. Dat leidde uiteindelijk dat ik met Kees en Wies aan tafel ging zitten. Ik zei, god Kees, mag ik 6 weken tijd kopen? Tijd rekken, precies. En met die tijd te kijken, is het haalbaar dat we voor Boksel gaan kopen, ja of nee? Nou zei, dat is prima, kom maar tijd. En de potentiële kopers die moesten wachten. Nou, dat resulteerde dat ik gesprekken heb gevoerd met de eigenaar van Kasteel Stapelen. En uiteraard met de burgemeester. En daarnaast heb ik 2 mensen gevraagd, verstand van financiën, zijn jullie bereid om het financieel te gaan onderzoeken? Is het haalbaar, ja of nee? Nou, na een paar weken kwamen we er al erg snel uit. Eigenlijk zou het haalbaar moeten zijn, maar dan moet de tent niet elke 2 jaar, maar elk jaar gezet gaan worden. Ja. Want anders dan is het financieel niet haalbaar. Nou, dan krijgen we natuurlijk het ultieme. Geef er een klap op, ja of nee? Ja. En we geven er een klap op. Ja. En die klap... Want mag ik dan vragen, waar hebben we het ongeveer over? Ja, dan gaat het toch over een kleine 1,5 ton. Bij elkaar, dat is veel geld. Ja. Dat is veel geld. Dus niet alleen de koop, maar je koopt die tent, maar je koopt er ook alles wat erbij hoort. En je hebt startkapitaal nodig, want we hebben geen euro. Dus uiteindelijk moest er natuurlijk toch geld geleend gaan worden. Nou, dat betekent dat we op basis van we durven het aan een stichting hebben opgericht met 5 mensen. Bestaande uit Jacques Vergeel, Ton Jonkers, Kees de Wild, Ludie Meister en ondergetekende. En dan zeg ik, waar zijn de vrouwen? En daar zijn de vrouwen, precies. Waar zijn de vrouwen? Nou, Wies is uiteraard Kees of Wies. Maar daar hebben we het ook over gesproken. Maar bij de volgende ronde moet er absoluut een aantal vrouwen in komen. Zo is het. Dus we hebben het bestuur meteen opgericht. Toen hebben we gezegd, nou, dit zou toch moeten kunnen doen. Nou, toen hebben we het geld moeten lenen. Startkapitaal, et cetera, et cetera. Statuten, notaris, kamer van koophandel. En je bekent het allemaal, de geld. Dat is gelukt. En dan praat ik over 5 oktober... 22. Nou, toen hebben we natuurlijk een hele cruciaal iets besloten, want we gaan die tent kopen en we gaan hem voor de Boksterse gemeenschap aanspreken. Samen met de burgemeester hebben we afgesproken, de spiegeltent, Bonsalon, bieden we aan de Boksterse gemeenschap. En die kan elk jaar op een andere locatie komen staan. Stapelen, Liemde, Lennesheuvel, S in Boksel. Maakt niet uit. Maakt niet uit. In Boksel hebben we afgesproken, als je in Boksel komt staan, komt die op locatie Stapelen staan. Dat heeft puur te maken dat de gemeente met Stapelen een huurovereenkomst hebt. Dit is natuurlijk ook de mooiste locatie die we kunnen hebben. Ja, we staan hier met een prachtig kasteel aan de Dommel, midden in het centrum. Dus we hebben gezegd, we willen hem. Maar nogmaals, hij kan volgend jaar in Liemde komen staan, hij kan in S komen staan. Nou, concreet, we hebben een klap opgegeven, dit hebben we aangeboden. En we hebben dezelfde uitgangspunten gehanteerd als de andere jaren. Dat wil zeggen, hij moet voor de gemeenschap zijn. Hij moet voor alle doelgroepen zijn. Het moet voor alle leeftijden zijn. Er mag geen entree gegeven worden. Dat willen we vooral niet. Oké, maar dan denk ik, hoe wil je dan toch zoiets draaiende houden als je geen entree... Dat is de spanning die er is, Roel. Die kan dus alleen maar opgewacht worden. Tweeledig. Om aan de kostenkant, die er toch heel veel zijn, hè, dus denk aan het geld lenen en het afbetalen en de verzekeringen en de opslag en allerlei zaken die erbij horen, dat kost veel geld. Dat kan tweeledig zijn. Dat is 1. We hebben een vriendenclub opgericht, Vrienden van Monsalon, die onze sponsoren, zoals met Sinterklaas. Dus we hebben ze in natura. Dus de een geeft bloemen en de ander zorgt voor dit. Dan hebben ze in geld. Dat lukt vrij aardig. En we moeten natuurlijk hebben van de verkoop van de drank. Okay. Daar moeten we van hebben.
En alles draait op vrijwilligers. Ja. Wij willen eigenlijk met dit als soort symbool met een bocht laten zien. Wij kunnen dus een 4-weeks programma bieden voor de totale gemeenschap. Gedaan, gerund door allemaal vrijwilligers. Is dat aan het lukken? Antwoord is 100% ja. Want dan komt deel 2. Ja. Want deel 2 is... Ja, je praat goed. Ik hoef niet veel vragen te stellen. Dat is mooi, hè? We kennen elkaar al langer. Hè? Ja. Deel 2 is, we gaan daar risico aan. En dan moeten we maar hopen, gaat dat dus lukken? Want we gaan een avontuur aan. Ja. Maar stel dat er maar 10 mensen intekenen. Dan hebben we dus een hele dure tent gekocht. Met alle ellende van dien. Ja. Maar, zo. Maar je hebt vast al wel... We hebben 4 weken aangeboden. En Roel, ik ben zo ongelooflijk trots. Dat je nu nog een gaatje moet zoeken. Of dat je nog ergens terecht kunt. S'morgens, s'middags of s'avonds. Maar het is nu nog zoeken. Van ja, maar ik wil nog ergens tussen, nou, daar hoop ik jou nog te vinden, maar anders is het afgelopen. Zo vol zit het. Dus het loopt stapelen eigenlijk? Het loopt stapelen op stapelen, dat kun je goed zeggen. Wat ook bijzonder goed loopt, is, we gaan het allemaal doen met vrijwilligers. Dus we moeten roosters maken voor ochtenden, middag en avonden. Nou, we hebben nu al ruim 40 aanmeldingen, die zich spontaan aangemeld hebben. Ik wil wel iets komen doen. Maar er zijn erbij, heel mooi, 4 weken, ik kan 2 dagen niet, maar die andere kan ik allemaal wel. Zo. Die moeten we vooral hebben. Ja, ja. En we hebben dus mensen nodig achter de bar. We hebben mensen nodig die kunnen serveren. We hebben mensen nodig in de keukenhulp. We hebben mensen nodig hier in het park. Kijk even een beetje om je heen. En ik ben ongelooflijk trots. En ongelooflijk blij dat het gelukt is dat we op basis van het signaal, we willen hem in Boksel houden, dat we ons massaal hebben aangemeld om te willen treden, dat we ons massaal willen inzetten om er iets leuks van te gaan maken en dat is dus aan het lukken. Ja. Nou, deel 3 is... Ja, deel 3 mensen. Ja, hey, wacht even, Wim. Kun je iets vertellen over deel 3? Ja, sorry, deel 3. Nou, we zaten even te stoeien. Hoe gaan we nu eigenlijk met een mooi woord tegenwoordig branding of in de markt zetten? En we hebben voor het volgende gekozen. De stichting Bonsalon heeft een tent aangeschaft en die tent heet Bonsalon. Maar dat is eigenlijk een functionele naam. Zoals een autonaam is. Want toen hebben Ferry Steger en Roland Heesbeen gevraagd, willen jullie eens meedenken, hoe kunnen we nou eigenlijk wat op een ludiekere en aardige manier in de markt zetten? En toen kwamen zij met een fantastisch verhaal. We moeten zeggen, het is het Dordrefeest. Het Dordrefeest. We gaan allemaal naar het Dordrefeest. Zoals we naar de Boerenmerkt gaan en de bierpomp, gaan we naar het Dordrefeest. Ja. Dus we noemen ook, en de tent is dan een functioneel naam. Dus we gaan naar het Dordrefeest. Ja. En bij het Dordrefeest is een beetje een soort, ja, hoe moet ik het zeggen, een soort klankbord zou je bijna mogen zeggen. Waar we met z'n allen aan meewerken. Ben je ook bij het Dordrefeest geweest? Hey, ben je zelf bij het Dordrefeest? Eigenlijk is dat een beetje het gevoel wat we de komende jaren willen uitoefenen. En bij het Dordrefeest hebben we ook een mascotte bedacht. Een mascotte. En die heet Bonnie. Bonnie van Bonsalon. Oké, okay, ja, natuurlijk. En Bonnie van Bonsalon. Ja, ik dacht even aan Bonnie Sinclair. Nee, dat is een ander verhaal. Die kunnen we ook team aan. Die komt iets wel binnen. Die komt later op de avond pas. Nee, dit is Bonnie. En Bonnie die gaat optreden. Oh. Die is, ja, het is een beetje vergelijkbaar zoals met Pardoes in de Efteling. Je kent die Del. Dus Bonnie staat ook als logo bij ons. Het Dordrefeest met Bonnie. Bonnie van Bonsalon. Dat willen we gewoon als het ware wegzetten. En waren we bij het Dordrefeest? Ja. Heb je mee geholpen? Ja. Heb je opgetreden? Ja. Nou, zover zijn we met dit verhaal. Even terug te komen op de plaatsen waar hij terecht kan komen uiteindelijk. Ik kom uit Liemde. Wat moet Liemde nou doen om hem volgend jaar in Liemde te krijgen? Daar gaan wij, de afspraak is de volgende. Wij willen op een dag dat we sluiten, dus 5 juni, maken we bekend wat hij volgend jaar komt staan. En dat kan zijn dat we in overleg met de gemeente, een Liemde of een S zeggen van, nou, hey, misschien voor jullie is een bepaalde activiteit, is het niet leuk dat die 2 weken in Liemde komt staan? Of 2 weken in S komt staan? Dan ligt er ook een beetje een afhankelijk rol. Wat speelt er dan in die gemeenschap? Daar spelen we dan ook graag op in. Dus we willen graag met de lokale mensen uit Boksel of uit Liemde of uit S contact hebben van, hey, is het de 2024 of 2025, is het dan leuk dat die daar komt staan? Dus zodat mensen ook een jaar van tevoren weten, oh, dat is leuk, want dan kan ik op tijd aanmelden. Ja. We hebben nu al diverse aanmeldingen voor volgend jaar. Mensen, hey, maar nooit, zodat mensen ook al een soort programma kunnen maken voor zichzelf, van ja, dit jaar lukken die, maar volgend jaar willen we het graag gaan doen. Dat is een beetje het idee. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat hij is gebleven. Allerbelangrijkste.
Toch? Het is natuurlijk zo ontzettend leuk, want als je weg was geweest, komt hij nooit meer terug. Nee, is hartstikke zonde. Dan is hij weg en dan zeggen we met z'n allen, ja, dat is jammer. En we willen eigenlijk met z'n allen in Boksel ontzettend veel organiseren, dat weet je als geen ander. We doen ook ontzettend veel, hè, elke dag opnieuw. Maar iedereen moet wel bedenken dat we 4 weken een tent neerzetten. S'morgens komen hier kleintjes van de peuterspeelzaal, die komen het voorlezen. S'middags programma voor ouderen, s'avonds programma voor muziek, lezen enzovoort enzovoort. Dat wordt gratis aangeboden 4 weken lang, allemaal door vrijwilligers, door mensen uit de eigen gemeenschap georganiseerd. Dat is toch waar je ongelooflijk trots op kunt zijn met z'n allen. En wanneer is het precies? 26 mei, 25 juni. Dat is het. Oké, okay, nou ik denk dat iedereen er hartstikke veel zin in heeft. Ik hoop het. Ik heb alleen maar positieve reacties gehad. Ik heb er niemand gehoord. Integendeel, wat ben ik blij, zoals jij het al zegt, wat ben ik blij dat het voor Boksel is behouden. Ja, heel belangrijk. Ja, dat is absoluut heel belangrijk. Nou, absoluut. Ik wens jullie veel succes en tegen alle Bokselaren, Liemenaren, Essenaren, Lennisheuvelaren wil ik zeggen, jongens, kom. En wees trots op. Zo is het.